hele goede middag allemaal. Zoals beloofd gaan we vandaag iets bakken. Nu zijn we uit de detox, dus dan mag je iets bij de koffie nemen of na het eten, wat wel min of meer gezond is. Liever meer dan minder. En zo kwam ik op een recept van... Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter. Ik kwam op een recept van Optima Vita, dat kan je wel opzoeken. Die is ook, weet veel meer van voedingsleer dan ik en is ook al veel langer bezig, heeft veel meer volgers. Dus ik dacht, nou, dat risico kan ik nemen, dat recept ga ik bakken. Zaterdagavond kregen we de buren te klaverjassen en ik had een klein stukje genomen van de cake, want ik kwam niet helemaal goed uit de vorm. En toen dacht ik, nou, dat valt mij niet mee hoor. Ik vind hem niet zo lekker. Hij is wel heel erg gezond. Maar de buurman zei, oh, die is best lekker hoor. En de cameraman zei ook, oh, dat is best lekker. En ik moet zeggen, een dag later nam ik nog een stukje. Toen was die ook iets beter, iets minder kartonachtig. Een beetje droog was die. Ja. Hij was wel droog, ja. Dus ik dacht, uitdaging. Dat gaat ik beter dan jij. Nou, dat vind ik wat hard te zeggen. Want zoals ik al zei, ze heeft er vast meer verstand van. Maar ik denk... dat ik hem wel iets lekkerder kan maken, moet ik wel direct bij aangeven dat hij ook iets vetter is, want ik ga er olijfolie aan toevoegen. Ah. In het originele recept. Dus dan is hij ook slechter? Ja, maar ik dacht alleen melk en alleen eieren, dan kan je ook nooit een smeuïg cakeje krijgen. Dus in het originele recept zit alleen melk en eieren. Ik heb er twee ingrediënten aan. Boterkaas en eieren. Nee, sorry. Zeker geen boter. Ik heb alleen maar boter gebruikt om de vorm te vetten. Want ik wil wel graag dat hij er heel uitkomt. Ja. Maar is minimaal. Dus twee extra ingrediënten. En dan hebben wij. Dat hebben wij. Natte ingrediënten. Twee nat. Eieren. Oh, dat is nat. Dat noem je nat. Ja. Dadels. Oh. In plaats van suiker. Ook mijn cake is suikervrij, mind you. Die heb ik geweld in heet water. Oh ja, en die andere zaten abrikozen, dat vond ik heel lekker. Ja, maar dat ik heb hou van abrikozen. Ja, maar ik vond hem dus niet zoet genoeg. Dus okay. Ik heb er dadels van gemaakt, want ik weet dat die zoeter zijn dan abrikozen. Okay. Ik weet niet hoe dat qua voedingsleer, dat zeg ik, zit. Waarschijnlijk misschien iets hoger in calorieën. Neem me niet dadelijk. Maar ik wil het gewoon graag ook lekker hebben. Dat is voor mij het uitgangspunt, zoals u weet. Cameraman. Dit is 100 ml olijfolie. En de melk heb ik aangepast naar 150 milliliter. Ja. Vaste ingrediënten. Oh, ja. Snufje zout, altijd. Doet zij niet, doe ik wel. Vind ik gewoon lekker. Half zakje bakpoeder. Want doordat je minder havermout gebruikt, moet het wel iets omhoog komen. Want havermout? Ik heb namelijk 100 gram havermout in plaats van 200. Dat is wat hij zo vast en Brinta-achtig maakt. Ja. En 100 gram... notenmeel. En die heb ik gemaakt van... Notenmeel? Ja, kan je amandelmeel gebruiken. Maar ik heb hem gemaakt van, en daarom is die weer too good to go. Oh, van? Ik had een zakje noten gekocht van die gemengde noten. En dat was heel slof. Dat was niet lekker. Oh. Dan kan je die natuurlijk in de oven een beetje opbakken. Maar ze zijn nooit gebakken in olie. En dan is het gewoon minder lekker. Dus ik dacht, ik ga er een keer... zijn een soort niet geroosterde pindahuis. Ja, precies. Dat is wel gezonder, maar het is gewoon niet lekker. Dus de helft heb ik gemalen als meel en de helft... Dat doe je dan met die staafmixer? Dan ga ik de dadels mee. Nee, die noten. Nee, dat heb ik in dat bakje gedaan. Wat voor bakje? Dat... Oh ja, dat is toch ook een staafmixer? Ja, dat is, hoort ook bij de staafmixer. Maar dat heb ik al gedaan, want dat was zo'n herrie. Hè? Nee, maar ik vroeg me af hoe je dat doet. Ja, okay, sorry, dus zo. Dus nu ga ik deze even afgieten. En haar tip is, en dat is een hele goede tip, de eieren loskloppen. Ondertussen heb je je oven voorverwarmd op 160 graden, per oven verschillend. Zij zegt 45 minuten en kijk na een half uur. Nou, dat was maar goed dat ik dat deed, want die was gewoon klaar na een half uur. Oké, twee eieren loskloppen. De melk erbij. Volle melk, half volle melk, maakt het allemaal nog uit? Nou ja, half volle is natuurlijk betere. Magere is een nog betere. Maar dan wordt die ook weer niet lekkerder van waarschijnlijk. Nee, dus in het algemeen is dat zo, hoe vetter, hoe lekkerder. Dat is gewoon zo. Duidelijk. Dus... ik heb de hele, ook tijdens de detox, want ik neem toch altijd een beetje melk in de koffie, heb ik half volle genomen. Daar krijg je ook prima schuim van voor de cappuccino, dus dat kan gewoon. Dus nou doe je melk? Melk, bij die, klein beetje bij de dadels, dat is haar tip, want anders dan kun je het niet zo goed. Ja. Ja.
een heel smerig babyhapje. Ja, dat ziet er een beetje laierachtig uit, zeg maar. Gatsie. Ja, hallo. Dat is helemaal smerig. Nee, maar dat is wel lekker hoor, het is super zoet. Oké. Je eet het niet zo, hè? Nee. Schat, het is nog maar het begin. Ik ben één ingrediënt vergeten. Zout vind ik eigenlijk ook geen ingrediënt. Want dat is maar een snufje. Kan je er nu gelijk bij doen, dan vergeet je het ook niet meer. Maar wat ik natuurlijk wel doe, dat doet zij ook. Zij doet speculaaskruiden en kaneel. En ik doe natuurlijk lepkoeken. Lepkoeken, ja, ik wou het zeggen. Ook hier past die natuurlijk fantastisch bij. En ja. Ik doe 2 eetlepels, want dat doet zij ook. Dus dat doe je bij. Heb zij ook lepkoeken? Nee, zij doet dus speculaaskruiden en kaneel. Oh ja. Bij de droge ingrediënten. Oké, okay, that's it. Ik ga de ingrediënten ook nog op Instagram zetten. Dan kun je het even nakijken. Nu gaan we de rest toevoegen. Eerst nat en dan olie. Olie. Uiteindelijk heb je een spateltje nodig, want dan kan het niet meer met de garde. De dadels. Oh, ik val bijna. Nee toch? Appelfluiten. Ja. Oké. Verroeren. En dan kan het drogen erbij. Wat is dat? Dat werkt als gist, maar makkelijker. Bakpoeder. Bakpoeder. Ja, okay. Dan wordt hij iets minder vast. Ja. Gaat hij een beetje rijzen en ik denk dat dat gewoon fijn is. Ik vond hem heel erg vast. Dan gaat hij op reis. Ik had op reis naar... Naar Deswijds. Ik had de tulbandvorm genomen, maar toen kwam hij er dus niet goed uit. Dus ik heb nu de springvorm genomen. In de hoop dat hij er iets beter uitkomt. De droge ingrediënten erbij. De nootjes. Nootjes. Die doe ik als laatste. Want die moet je er echt doorheen spatelen. Het is toch een soort vast beslagje. Dat klopt hoor, dat moet je niet verschrikken. Als je echt denkt, wow. Niet sens, zou Sophie zeggen. Het zit ook heel erg, brokkie zit nog niet. Ja, dat is die havermout. Maar die vind je straks niet echt terug. Ah, oké. Maar ik denk ook dat hij nu minder gezond wordt. Als overlevingscake gaat voelen, doordat er notenmeel in zit. Zo ga ik hem ook noemen, notentaartje. En dan pak je de hele noten. Oh. En die spatel je alleen ook maar. Nog. Ja, lekker joh. Maar hier zitten dus niet echt stukjes vrucht in, zal ik maar zeggen. Nee, dat hoeft vind je ook niet meer terug. Dat kan, als je de dadels niet helemaal kapot maakt, vind je er stukjes in. En je vindt ook stukjes abrikoos, vond je erin, hè? Want die ja. waren ook niet ja, dat, ja. Vond je lekker, hè? Ja. Maar je kan eventueel ook wel wat gedroogd fruit nog toevoegen, hoor, als je dat wilt. Dat doet het een beetje muesli denken, zeg maar. Ja, daar hou jij van. Maar fruit zit ook suikers in. Ja, dus ja. Dan wordt het toch wel weer ongezonder. Oké. Nou, eens kijken. Ja, het is ruikt verrukkelijk, maar dat komt natuurlijk door die lepkoeken. Het ziet uit als chocolade. Nou ja, hè. Torten. Belletjes eruit en dan gaat hij gewoon in de oven. En dan gaan we zo kijken hoe hij eruit komt en even lekker proeven. Wow, ik ben echt benieuwd. Misschien is het wel een mislukt experiment. Oh, dan heb je gewoon... Half uurtje op 160 graden. Oké, bent u er klaar voor? Ja, ik wel hoor. Nou, ik ook. Het ruikt goed. Ja, daar begint het mee hè. Ja. Na slechts een half uurtje. Ja. Heb je een mooi cakeje. Kijk eens. Oeh. Nou, het moment suprême. Het moment suprême? Dat moet er wel uit natuurlijk. Ja, dat gaat heel goed. Kijk maar. Oh ja, dat ziet er goed uit. Dan ga ik hem aansnijden. Oh, je lekker slagroom erbij. Nou, koffie. Dat dus niet, maar wel een lekker stukje bij een kopje koffie. Heel goed. Ik ben er klaar voor. Oké, dan wil ik alleen nog even zeggen. Ja. Oh, hij voelt veel minder zwaar dan de andere. Sorry, Optima Vita. Dit is echt optimaal. Gangspunt als het goed, maar. Optimaal taartje. Wat je wil.
Lekker smeuïg. Ja. Ik ga een hapje nemen, hij is nog warm, maar ik ga het toch doen. Nou, vrouw is dat. Weet jij hoe vaak je staat te eten eigenlijk in dit soort filmpjes? Mm-hmm. Maar dat hoort erbij zeker? Altijd. Oh. Mm. Oké. Okay. Lekker. Niet praten met je mond vol, dat mag niet. Ik kan het niet doen. Nou. Ik wil ook een stukje, maar dan wel een kopje koffie erbij. Kunnen wij ook... Ik zal nog even zeggen dat ik het heel leuk vind dat jullie abonneren, want we lopen gewoon door. Vind ik heel fijn als je het nog niet hebt gedaan. Hoop ik dat je dat wilt doen. Kost niks. Zeg je ook elke keer. Ja, maar sommige mensen denken, oh, dan moet ik weer van alles. Nee, je kan zelfs de meldingen uitzetten. Je helpt mij er gewoon mee. Precies. En, ik weet nog niet wat de volgende prijs is. Moet ik even over nadenken. Maar, ergens na onze winterport gaan we de 1000 behalen. En ik heb een hele leuke prijs bedacht. Voor de 1000? Voor de 1000. Hallo, daar zou ik een dineetje maken. Dat is de prijs. Sowieso ook. Als ik eerder ben dan Sofie. Dat is een andere wedstrijd. Oh, oké. Okay. Maar, als jullie nu abonneren, maak je ook kans op die prijs. Die neem ik mee uit Zwitserland. Oh, dat kan je nu al zeggen. Het is heel bijzonder. Ik denk dat de cameraman het nu al weet. Ja. En ik verloot... Mozartkugel. Nee, dat is Oostenrijk. Nee, ja, snap ik. Ik verloot er 10. 10? Niet 1, maar 10. Dus, op naar de 1000. Heb ik. Jongelui. Oké. Ik ben niet gek. Nee. Bedankt voor het kijken. Doeg. Doeg.